Wat is dit? Slaaf on de saaf. Dat is misschien wel 350 euro. Misschien krijg je het dan wel niet. Nee, ik denk het niet. Er zijn meer dan 40 doden en 83 gewonden gevallen. Excuseer, dat moet ik natuurlijk niet lachend voor. Er zijn meer dan 40 doden en 83 gewonden. 40 doden, 83 doden. Sorry, dat moet ik niet al lachen zeggen. Hoe kan dit gebeuren, Stef? Waarschijnlijk dat er iemand net voor zijn live ging een grapje vertelt aan hem. En pas hier hitte de grap. Dus hij dacht van, hey, dit is een good joke. Dan kwam er op het beeld waar hij moest voorlezen. Er zijn meer dan 40 doden en 83 gewonden gevallen. Excuseer, dat moet ik natuurlijk niet lachend voorlezen. Hey, big ups naar Belgisch nieuws. Pretty savage. Nieuwe video. Ik kan nu weer uploaden, want ik ben eindelijk klaar met al mijn t-shirts te versturen. Dikke love en dikke shoutouts aan iedereen die je t-shirt heeft gekocht. Ik hoop dat jullie... Ik ben eindelijk klaar met alles te versturen. Aan de post sta ik ook niet meer, dus... All good. Naast deze savage VTM nieuwsuitzending... Meer dan 40 doden en 83 gewonden. Is er deze week ook heel veel heisa over Zwarte Piet. Even een quizvraag voor de slimmere mensen onder ons. Je hebt al gehoord van Elf on the Shelf. Maak je nu klaar voor... Wat is dit? Slaaf on de saaf. Afrikaan met een baan. Knecht met handelsrecht. Oegoboegoe op de doekoe. Zo rond deze periode van het jaar verbaasde me altijd hoeveel mensen daar zo weird racist uit de hoek komen. Ik vind dit een fucking moeilijk onderwerp. Ik ga niet liggen. Ik heb het ook al gevierd vroeger. Ik heb vroeger ook gewoon Sinterklaas gevierd en ik maakte er geen probleem van. Ik was niet racistisch tegenover Zwarte Piet. Ik had nooit racistische ideeën, dit, dat. Als ik er nu over nadenk, leer even gewoon je hoofd van alles wat je weet. Dus je denkt dat hij gezegd zwart is door de schoorsteen. Het is geen blackface. Hij is zwart door de schoorsteen. Dus zijn gezegd is vuil. Heeft geen lippenstift gevonden in die schoorsteen aan een pruik en Piet te klaren. Zijn lippen zijn niet verbrand door iedereen zag dan traditie. Keep the traditie alive. Er is geen fucking traditie. Ik heb nooit een fok gegeven om Sinterklaas of Zwarte Piet. Het ging mij enkel en alleen om de presents. De liedjes, de optocht. Ik wil gewoon cadeaus. Elk jaar zijn er wel stoute kindjes. Enkel is er één van, maar I got my presents. Totdat mijn mama had opgefokt dat een was wakker gebleven s'nachts 3 uur lang. Omdat ik dacht van, yo, ik moest zien hoe die mensen eruit zien. Opeens ging die deur van mijn kamer open en ik dacht echt van, what the fuck. Dus ik doe alsof ik aan het slapen ben en ik kijk zo over mijn bed en ik zie mijn mama daar de cadeautjes in mijn kamer leggen. Pretty sad moment. Scammed. Buiten het feit dat ik daarna nooit meer pakjes heb gekregen. Of vanaf dat je er niet meer in gelooft. Dan is de traditie gedaan. Oh shit. Het is in Nederland veel erger dan in België. Want hier zie je niet zoveel shit op straat en zo. In Nederland komen alle racisten samen om op te komen voor de traditie. Onder het dakje dat ze niet racistisch zijn. Maar dan wel. Ze is een stinkhoer. Stinkhoer. Hij slaat. Die vangt daar hoor. Wij feesten voor alle kinderen. Ja, die verpest jij. Van de hoe komen deze mensen zeggen je verpest het kinderfeest, oké? Okay? Wij feesten voor alle kinderen, ja die verpest jij! Deze guy slagen dus dat het feestje verpest wordt. Deze guy heeft geen kinderen. Ik weet niet waarom hij Gunnar glasses aan heeft. Stinkhoer! We moeten even een gedetailleerde analyse gooien op deze guy. Ik wil ook een analyse op deze guy zijn oog. Wat? Welke drugs? Kijk, je kan niet even racistisch komen doen op straat en je dan onder het dakje zetten van kijk, ik doe dit om het feest te beschermen van de kinderen. Eindelijk kunnen we mensen uitschelden als stinkhoer. We willen gewoon de traditie in stand houden. Deze guys hebben geen geld om cadeaus te kopen voor hun kinderen. Deze guys hebben geen kinderen. Deze guys hebben ook geen familie. De guy met de Gunnar glasses, de dikke stinkhoer guy. Ik weet niet waar zijn kin is of zijn nek. Stinkhoer! Wat ik wel weet is dat deze guy is. Nog steeds met de Gunnar glasses. Stinkhoer! Schietpartij, woonwagenkamp. Hij woont in een woonwagenkamp. Ik heb niks gezegd. Stereotyp. Ik was nog maar net van de bank toen het begon te knetteren. Deze guy. Al de mensen in deze video. Stinkhoer! Wat bereik je hiermee? Hoezo ben je hier aan het opkomen voor Sinterklaas? Deze guy komt op voor Sinterklaas. Hij doet even de snelle. Ja, ik snap deze video gewoon helemaal niet.
Dus deze shit. Ik ga heel fucking Sinterklaas af. I don't give a fuck. Deze mensen maken het alleen maar erger. En laten mij me nog zo erger schaamte gevoel geven om hier te wonen ofzo. Probeer eens uit te leggen aan iemand uit Amerika hoe Sinterklaasfeest in elkaar zit. Probeer het uit te leggen aan iemand die je niet kent. Ik ben zeker dat je van iedereen gewoon de reactie gaat krijgen van, yo, what the fuck. Het is hetzelfde alsof de kerstman de fucking slij zou hebben die voortgetrokken wordt door mensen met een gezicht die zwart geschilderd is. En dan zouden mensen nog altijd komen met het verhaal, een gezicht is zwart omdat de opwarming van de aarde, de luchtvervuiling, de vuiligheid en de lucht een gezicht zwart gemaakt heeft. Snap jullie wat ik bedoel? Het is fucked. En Doodse Kroes houdt niet van Zwarte Piet. Op het moment dat jij je schaamt dat je Nederlander bent. Ja, met Sinterklaas. Nou ja. Ja, sorry. Maar, ja, dat vind ik echt. Want? Nou, ik vind dat die Zwarte Pieten, dat kan echt niet meer, toch? Oh. Kijk, ze lachen nu omdat ze een beetje dubbelzinnig is, snap je? Zwarte piemels. Ze heeft gewoon gelijk, kan echt niet. En mensen moeten er niet achter blijven dat traditie is dit dat. Want niemand hier geeft een fok om waar allemaal rond gebeurt. Iedereen hier is gewoon uit op de pakjes. In Nederland zijn pepernoten zo nog een ding en zo. Hier, ik heb nog nooit fucking pepernoten gezien. Hier krijg je marsepein en sinaasappels. Niemand heeft een fok om Sinterklaas of Zwarte Piet. Dan is dat verschil tussen Nederland en België. Jullie houden de traditie in stand, wij willen gewoon cadeaus. Gooi de hele traditie denk weg, hou gewoon de cadeaus. Geef gewoon cadeaus aan je kind, zonder raden. Ik denk dat niemand er een probleem van gaat maken. Dan moet je ze ook geen leugens vertellen, dan moet je ze niet laten geloven en iets wat niet waar is. Ook als je vindt dat hij helemaal niet racistisch is, luister even hiernaar. Deze video in 1987. Heel veel mensen zeggen dat heel deze Zwarte Pieten ding nu pas gebeurt, omdat iedereen ineens nu wel cultureel correct wil zijn dan nu. 1987 was het ook al een probleem. Stengel! Kijk eens naar me. Ja? Lijk ik op Zwarte Piet? Ik ben helemaal geen Zwarte Piet. Ik lijk er geen eens op. Het is elk jaar weer hetzelfde liedje, hè? Sinterklaas is nog niet eens in het land. Of zwarte mensen, grote mensen en kinderen worden voor Zwarte Piet uitgescholden. Maar Gerda, het is toch hartstikke leuk om Zwarte Piet te zijn? Ja, dan mag je met een zak lopen en pepernoten strooien. Oh nee, Ino, het is helemaal niet leuk. Ik heet Gerda, ook als het Sinterklaasfeest is. Deze video moet iedereen gezien hebben. En fuck you als je zegt van, ah, de kinderen, ah. Traditie. Iedereen die zeikt over traditie, is niet eens een kind. Ik zie geen één kind klagen over het feit dat ze beseffen toch niet zo gewoon de cadeaus. Deze video moet iedereen gezien hebben, ze moeten die op school tonen en zo. Deze is op dit moment echt ook aan het ontploffen. Vrouw, wat zei u? Ze moeten schamen, kijk mijn kind. Kijk mijn kind, je weet. Dat dit overal in Nederland zo fucked op is. Dat dit... Neem je kind niet mee. Hou ze thuis. Keep him in the corner. Like low. Ponyms heeft dit gekild. Deze mensen maken de slechtste kutreportages ooit. Ik hou ervan. Deze mevrouw... Kijk, ze zei ze ook niks verkeerd. Dat doen ze wel gewoon het beste voor haar kindje. Maar ze zijn verkleed als Zwarte Piet. Gewoon in het wit. Zij doen ook niks verkeerd. Het is kut. Ah, moeilijk. Ik kan geen volle gestructureerde mening erover bouwen. Ik heb het ook gevierd vroeger. Daarom dat ik normaal mijn mond erover wil houden en niks over wil zeggen. Omdat ik vond van mezelf dat ik het echt niet had om dat te doen. Van ik ga geen kant kiezen, ik ga er niks over zeggen. Maar ik heb alle kanten gekozen. Zij wil gewoon haar cadeautjes. Ik heb daar meegenomen naar een plek waar fucking veel volwassen mensen het allemaal aan het verneuken zijn. En allemaal rare shit aan het doen zijn. Het is gewoon een kinderfeest. Heel veel volwassen mensen mengen zich er nu in omdat... Het is fucked! Zwarte Piet! Zwarte Piet! Zwarte Piet! En jij hier komt nog niet! Kan je wel eventjes op de politie? U gaat even met ons mee. Hier, Zwarte Piet, opgepakt die shit. Moeilijk? Kijk, dit is helemaal niet zo moeilijk. Just give me my presents, is oké. Oh, gewoon de koekjes en zo. En de marsepein. En de mandarijntjes. En de cadeaus. Scratch, al de andere shit gewoon weg. Niet de moeite om er zoveel chaos over te maken. Zo, jee, oh shit, dat verandert de hele video. Ook had ik in de vorige video een t-shirt dag gegeven. Aan de beste comment, dat ga ik bij deze video ook doen. Comment iets, de leukste comment, krijg een t-shirt. Winnaar van de vorige t-shirt giveaway ding is geworden. Ik heb deze keer gekozen voor een intellectuele Latijnse comment. Ik heb Latijn gestudeerd, dus ik weet wat deze betekent. Yeetis deletis Funke de fetus. Julian de Koning, gefeliciteerd. DM jouw maat en adres en dan stuur ik t-shirt op naar jou. Thanks for watching this video. En vergeet niet, zij is een stego. Hallo. Dit is goed. Dan weet ik veel te voeren in mijn telefoon. Nee, maar kijk, zolang je mensen gewoon vermaakt en misschien leuk. Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. De politie en het parket van Brugge zijn nog steeds op zoek naar Anne Cotrie, een vrouw van 48 uit Brugge, die al meer dan 4 maanden is vermist.
Anne Cotterie verdween op zondag 3 mei 2009. Ze verliet te voet haar woning rond 8:30 's morgens. Prachtprank was onvermaakt. Dat kan gewoon niet zijn. Dit is een interview. Niemand heeft het gezien. Hij heeft niet wel